Hoi iedereen. Ik heb jullie al uitgelegd hoe je een Google Doc kan bewerken en delen met elkaar. Vandaag toon ik een nieuwe feature, een nieuwe mogelijkheid, en dat is het plaatsen van reacties. Als het goed is, dan heb je zo net van mij een documentje gekregen, het klaswerkplan map 1. En als je op de link klikt, dan weten jullie al, dan wordt dat document toegevoegd aan jouw Google documenten en ga je erin kunnen werken. Ik doe dat dan maar eventjes. Klik op de link. Prima. Het bestand opent nu en ik krijg de inhoud te zien. Aangezien dit document gedeeld is met jullie op een manier dat jullie erin kunnen werken, kunnen jullie de tekst veranderen. Uiteraard is dat voor dit document niet echt de bedoeling, omdat het dan een totale chaotische bedoeling gaat worden als 40 mensen gaan veranderen en er niet bij zetten wat ze veranderd hebben. Wat ik dus wil voorstellen is dat we commentaren gaan toevoegen en dan door die commentaren gaat het wel duidelijk worden in welke richting het document moet gaan. Heb je bij bijvoorbeeld het woordje toezichten, heb je daar een probleem mee, dan dubbelklik je bijvoorbeeld om het hele woord te selecteren. En dan kan je ofwel via invoegen comment, via de sneltoets Ctrl-Alt-M, of door te rechtsklikken en te klikken op comment, kan je een commentaar ingeven. Je ziet, ik werk hier onder de account ICT. Jullie gaan merken dat jullie naam daar netjes naast komt te staan en dan kunnen jullie commentaar hier schrijven. Wanneer je klikt op opmerking, dan zal jouw commentaar in de zijkant komen te staan. Andere mensen die gaan dan weer commentaar kunnen geven op jouw commentaar enzovoort. Zo kunnen we dus rond dit document eigenlijk de discussie starten. En voor mij is het handig om tot een eindproduct te komen, omdat ik dus eigenlijk allemaal die commentaren zie en zelf veranderingen kan gaan doen in het document. Ik hoop dat dit duidelijk is en dat je hiermee verder aan de slag kunt.